Mijn naam is Dave van Hardloopschool Rudding-Holland in Amsterdam. Vandaag ga ik je vertellen over drie fasen in het aanleren van hardlooptechniek. Door een betere hardlooptechniek loop je sneller, makkelijker en blijf je langer blessurevrij. Vele hardlopers zeggen dat een nieuwe hardlooptechniek ook een nadeel heeft. Het kost meer energie. Ze hebben juist een hogere hartslag in plaats van een lage hartslag. Als jij het ook hebt, dan moet je deze video vooral kijken, want ik geef je de oplossing. Als je de drie fases gaat gebruiken, dan zul je dat nadeel niet gaan ervaren. En dan zul je juist merken dat hardlooptechniek lekkerder is, beter is en juist minder energie kost. Stap 1. Experimenteer met vele verschillende techniekaccenten. Er is meer dan alleen het optillen van de knie. Er zijn heel veel techniekaccenten. De volgende accenten raad ik je aan om te gaan proberen. Het feller inzetten van de knie. Dus niet het hoger optillen van de knie, maar juist feller inzetten van de knie. Een fellere actie van de elleboog naar achter. Of langer maken. Je bekken naar voren kantelen. Of je bekken juist in geheel naar voren duwen. Het actief naar beneden brengen van je knie. Het lopen met korte grondcontact. Het compacte doorhalen van je been naar voren. Dus niet je been lang en log naar voren halen, maar compacter naar voren. Ontspanning zoeken. Dus meer ontspanning in je polsen, armen, schouders en nek. Nou, probeer deze accenten vooral uit. Het kan gewoon op je vaste rondje. Nou, ervaar en voel welke accenten jou meer snelheid geven. En ervaar en voel welke accenten jou met meer gemak laten lopen. Waar je een lager hartslag mee hebt. Stap 2. Train de accenten die goed voelen op zowel lage snelheid als hoge snelheid. Stap 3. Ga de accenten die goed voelen, ga die vooral testen met een hartslagmeter. Dus met een hartslagmeter ervaar je de verschillende accenten die goed voelen en ga je kijken of je hartslag lager is bij een bepaald accent. Dan zijn er drie dingen heel belangrijk. Herhaal een accent die goed voelt en die ook goed eruit ziet op je hartslagmeter. Blijf op dezelfde snelheid lopen en houd een accent minimaal 1 minuut aan. Nou, wanneer je die drie dingen doet en je ziet dat je hartslag zakt, dan kan je zeggen dat een accent, een techniekaccent, efficiënt is. Dus varieer accenten, train de goede accenten op zowel hoge snelheid als lage snelheid en test uiteindelijk of ze efficiënt zijn met een hartslagmeter. Als je die drie fases traint, dan heb je in no time een betere hardlooptechniek die sneller is en die ook efficiënt is.